is TV Magazine van Gooi TV. Met deze week onderwerpen uit de meivakantie die niet met 4 en 5 mei te maken hebben. We beginnen met het afscheid van een bevlogen brandweerman. Vrienden en bekenden komen altijd achterom. Nee, deze keer niet. Ik ben 43 jaar bij de brandweer en nu ga je met pensioen. Maar ik ben heel nieuwsgierig. Hoe ben jij brandweerman geworden? Ja, dat is een leuke vraag. Ik had in de tijd gesolliciteerd bij de groenvoorziening in Weesp. En nou, dan dacht ik, nou, dat is een leuke baan. Oh, je werkt bij de gemeente? Ja. Hij zei, oh, dan ga je zeker ook bij de brandweer. Ik zeg, nou, dat stond volgens mij niet in de advertentietest, de tekst. Maar hoe dat zo? Nou, zit hij, we hebben een speciale groep. Brandweermensen, en die bestaan alleen maar uit gemeentemensen. Daar moet jij natuurlijk ook naartoe. Nou, laat maar eens een keer een avondje kijken. En zo ben ik er een beetje ingerold. En het ergste die ik mee heb gemaakt, dat was een ongeval met drie jongens uit Nederoosterberg. In één klap, drie jongelui, zeg maar, dood. En dat, ja, dat hakt erin. Marga, nu heb je Ben straks thuis. Gaat dat allemaal wel goed komen met jullie twee? Zeker weten. Mekaar vrijlaten, gewoon doen wat je altijd doet. Kijk dit nou. Kijk aan. Een reisje. Cadeaubonnen voor op reis. En we wensen jullie samen een hele mooie vakantie. Leuk. Er was een Oer-Hollandse spelletjesmiddag georganiseerd voor Oekraïense kinderen in Naarderheem. Dit was geregeld door stagiairs van Stad Gooi. Dit vond plaats op 24 april 2023. Ja, we zijn van Stichting Stad en wij doen elke maand en hebben wij een maatschappelijk thema waar we aan werken met stagiairs. En dit keer was het 450 jaar Nederland en daarvoor hebben wij een Oud-Hollandse dag georganiseerd voor de Oekraïense kinderen die hier in het centrum wonen. Ik help mee, ik organiseer mee met mijn andere stagiairs. Nee, we doen allemaal een beetje iets voor de organisatie. En wij zijn marketing communicatie op studenten. En Charlotte die is, hoe heet het? Doet iets met animatie. Dus die verzorgt dan de animatie en zo en de aankleding van het project. Nou, onze stagebegeleidster, haar moeder, die doet oppassen voor een paar kinderen. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen daar iets mee te doen. En ze is natuurlijk bijna Koningsdag, Koningsspelen. Dus we dachten, misschien kunnen we een connectie daarmee leggen. Op de plekken in Bussum waar vroeger de Koningin Emma school gebruik van maakte, komen woningen voor diverse doelgroepen. Vrije sector, sociale huur, woningen voor kleine huishoudens en mensen met een zorgbehoefte. Daarnaast moet er voldoende ruimte overblijven voor kinderen om te kunnen spelen. Vanaf het begin werden buurtbewoners en belanghebbenden betrokken bij de plannenmakerij. Onder meer tijdens een uitgebreide puzzeldag in mei 2022. Hoe, in welke verhoudingen en aantallen en wat moet waar komen, werd uitgebreid besproken. Met al die input is er nu het stedenbouwkundig programma van eisen, wat door de gemeenteraad half mei moet worden vastgesteld. Daarna kan begonnen worden met het ontwerpen van alle nieuwbouw. Naar verwachting zijn dan de eerste onderdelen van het nieuwe buurtje eind 2025 klaar. De inzet van het beeld Vrijheid als fotoachtergrond in Ankerveen bij de tussenstop van het Gooi Bevrijd is vermoedelijk een van de laatste keren waar het beeld in zijn geheel te zien is.
eind 2021 was het beeld als onderdeel van Lichtkunst Loosdrecht gemaakt. 1500 kinderen van de Weidemeerse basisscholen hadden de glazen flessen beschilderd en beeldend kunstenaars Gea Lamme, Emma van der Meulen, Johanna Kessler en Joost Zwagerman verwerkten al deze flessen in het metershoge woord vrijheid. Het is nooit de bedoeling geweest het voor altijd te laten bestaan, maar nu komt het einde toch sneller dan gedacht. De aanhanger stond de laatste tijd bij een boerderij aan het Hilversums kanaal. 'S Avonds verlicht, maar mag daar van de gemeente Hilversum niet blijven staan. Er zijn allerlei ideeën voor een ludieke oplossing, zoals een nieuwe permanente opslagplaats of het veilen van de afzonderlijke letters. Iemand moet dat op zich nemen, anders rest demontage en recycling. In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 bestreden de bijna lokale partijen in Gooise Meren elkaar nog fel. Maar in het najaar besloten ze toch te gaan samenwerken en op termijn te fuseren. Onlangs werd een nieuwe naam bekendgemaakt. Goois Democratisch Platform en Hart voor BNM gaan samen verder onder de naam Wij Gooise Meren. De komende periode zal de fusie verder geformaliseerd worden. Een proces dat in principe voor het zomerreces 2023 afgerond moet zijn. Ik sta hier vandaag bij het Spiegel in Bussum, waar zich vanochtend op woensdag 3 mei een waterlek heeft plaatsgevonden. Mensen hier, de buurtbewoners, hebben geen water. En het is nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Zes mei is een trein die in de richting van Amsterdam reed ter hoogte van station Weesp gestopt door de politie. Een woordvoerder van de politie laat weten dat agenten een melding hebben gekregen van een man die mogelijk een vuurwapen bij zich had. Een arrestatieteam is ter plaatse gekomen om te onderzoeken of dat daadwerkelijk zo is. De politie betrad de trein en de passagiers moesten met spoed de trein uit. Het treinverkeer tussen Hoofddorp en Hilversum werd stilgelegd. Ook naar Oostvaarders werd het spoor platgelegd. Beide treinreizen komen langs station Weesp. Uiteindelijk bleek een uur later geen vuurwapen te zijn aangetroffen. Er is ook niemand aangehouden. Er was een BMX-clinic georganiseerd door Sportservice het Gooi op 2 mei 2023 in Loosdrecht. Deze clinic werd gegeven door de ex-BMX-wereldkampioen Sietse van Berkel. We hebben workshops BMX op de pumptrack, georganiseerd door de sportservice hier. En ik ben uitgenodigd om workshops te geven voor alle kinderen tussen de 10 en 18 jaar. En hoe word je BMX wereldkampioen? Door heel hard te oefenen. En heel vaak te vallen, maar na het vallen weer op te gaan staan. Lekker te blijven doorzetten en er plezier in te houden. En wereldkampioen worden word je natuurlijk niet zomaar. Zo zien ongeveer die trucjes eruit. Ik ben gisteren teruggereden vanuit Frankrijk voor een wedstrijd. En dat was een wedstrijd met 70 nationaliteiten, of 70 mensen, 15 nationaliteiten. En dat is een beetje hetzelfde als met breakdansen. Dan heb je een battle. Iedereen heeft 2,5 minuut. En er wordt gekeken naar moeilijkheid van je trucjes, originaliteit van je trucjes en natuurlijk ook of je trucjes landt. En uiteindelijk wordt er dan van die twee wordt er de beste, die gaat door naar de volgende ronde. Totdat er uiteindelijk enkele overblijven en uiteindelijk één winnaar. Leuke reacties? Nou ja, kijk rond. Eigenlijk de leukste reactie is dat elk kind rondfietst met een lach. Nou ja, dat is het grootste compliment. En doen ze het ook goed? Ze doen het enorm goed. Echt talent hier, ja. En is het voor herhaling vatbaar, dus volgend jaar weer misschien? Wat mij betreft wel, ja.